bij de eerste aflevering van Jong en Politiek. Achter mij zijn ze druk bezig met klaarmaken van de studio. Want vandaag gaan we het hebben over Europa, het Rijk, de provincies, de waterschappen. Ik heb een geweldige deskundige in de studio. Ook gaan we horen wat jullie ervan denken. Dus ik zou zeggen, we zijn klaar voor Jong en Politiek. Naar de eerste aflevering van Jong en Politiek. Mijn naam is Ricardo en in dit eerste seizoen gaan we met elkaar kijken en vooruitblikken en leren ten aanzien van de Tweede Kamerverkiezingen. Want ja, het is weliswaar corona, maar er komen ook gewoon verkiezingen. En wanneer dan, zul je afvragen? 17 maart. Dus schrijf maar vast in je agenda. Dat is trouwens wel wat ik doe. Schrijf maar vast in je agenda. 17 maart zijn de verkiezingen. En in de komende weken gaan we met elkaar behandelen de termen, het politieke systeem. Maar we gaan vooral ook met elkaar op zoek. Niet zozeer welke partij moet je stemmen. Maar vooral waar sta jij nou in het politieke spectrum? Ben je rechts, ben je links, ben je constructief? Of ben je een beetje progressief? Of nationalistisch, globalistisch, populistisch, idealistisch? Al die termen komen langs, wat het betekent. En dat ga ik vandaag doen met een geweldige deskundige die ik in de studio heb. Maar laten we eerst even naar de deskundige toe lopen en naar de bank. Yes, de eerste aflevering van Jong en Politiek, zoals ik er net al zei. We gaan natuurlijk eerst beginnen voordat we met de hele theoretische stap gaan starten. Gaan we beginnen met de actualiteit. Die ga ik even zo meteen bespreken met onze deskundigen. Laten we eerst heel even gaan kijken naar wat is er allemaal gebeurd in de politiek in de afgelopen week. Allemachtig, gaan we dat nu doen? Ja. We hebben 3 weken nodig. Laten we gaan. Goedenavond. Toen ik bijna 9 maanden geleden voor het eerst een televisietoespraak hield over corona, hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. Minder dan 1 week geleden zei ik in de persconferentie nog dat we op een tweesprong stonden. Ik zei toen dat strengere maatregelen denkbaar waren als de besmettingscijfers verder zouden stijgen. En dat is helaas precies wat we sindsdien in sneltreinvaart zien gebeuren. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Het onnavolgbare gestuntel met het vaccinbeleid alsof we een derde wereldland zijn. Het vrijwillig vaccineren van mensen die dat willen zonder dwang of drang. En hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat andere landen al veel verder zijn terwijl ze precies hetzelfde vaccin gebruiken? Het is toch niet te bevatten dat Nederland het allerlaatste EU-land is waar we op begonnen met vaccineren. Van Duitsland tot Polen, van Denemarken tot Hongarije. Overal zijn al duizenden of zelfs tienduizenden. En ik deel dus ook de kritiek die Wilders hier heeft geuit op het kabinet. Toch, als hij zegt dat het kabinet zwabbert, wil ik hem wel ook de vraag stellen. 15 december zei Wilders hier, de winkels hoeven niet dicht. 15 december zei Wilders hier, de horeca hoeft niet dicht. Daarvoor zei hij nog, die 1,5 meter is niet nodig. Misschien is het wel goed als hij dan daar ook nu van zegt, nee, achteraf, hoe erg dat ook is voor die ondernemers, is dat wel degelijk nodig. We hebben alle smoesen langs gehad. Wij zijn hier zorgvuldiger, we zijn hier fijnmaziger. Die anderen die doen het symbolisch. Het is uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Het past niet in onze strategie. De waarheid is, men was te laat. Nee, voorzitter. Kijk, het hoort bij mijn werk en ook de manier
waarop ik in het leven sta, de manier waarop ik de politiek in ben gegaan, om inderdaad graag verantwoordelijkheid te willen nemen, te willen dragen voor beleid dat gemaakt moet worden, voor beleid dat gevoerd moet worden. En zeker in een crisis als deze is dat uiteraard omgeven of in een hele complexe situatie altijd aanleiding om mogelijk ook fouten te maken. Als je verantwoordelijkheid neemt, dan ben je vatbaar voor kritiek. Als je veel verantwoordelijkheid neemt, ben je vatbaar voor veel kritiek. De mogelijkheid om fouten te maken, ja, dat klopt, dat hoort erbij. Wat ik nu zeg, maar het is wel waar, er is een probleem in het functioneren van deze minister van Volksgezondheid. En ik spreek daar de premier op aan. Hij is verantwoordelijk voor het coronabeleid. Hij is degene die de katshuissessies voorzet en al die bijeenkomsten. Hij is verantwoordelijk voor deze ploeg en mijn vraag aan hem is, op welke wijze gaat hij ervoor zorgen dat het niet weer misgaat? Dit niet zien in november los ik niet op met een structuuringreep. Dat los je op door lessen te trekken uit dingen die wel niet goed zijn gegaan in het verleden. Niet door een structuuringreep. En daar ben ik gewoon niet eens met de heer Klaver. Dat los ik niet op met een commissaris aanstellen of wat dan ook. Zo werkt het niet. Het maakt de zaak alleen maar complexer en is niet verstandig. Meneer de minister, niet de juiste man op de juiste plek. Sorry dat ik het zeg, maar met deze pandemie kunnen wij ons geen gezwabber, geen gebrek aan daadkracht, geen chaos en dus geen Hugo de Jonge als minister meer permitteren. Laat een andere het doen. Iemand die het wel kan. Wij zeggen het vertrouwen in u op. Yes, dat is de politieke actualiteit van de afgelopen week. Het coronadebat. Zoals jullie weten zit ik hier met onze deskundige, onze schermman. Voor de mensen die genderneutraal zijn, het kan ook een schermvrouw zijn, maar in dit geval is het een man. Laten we even in het midden. Precies, niet specifiek. Gewoon mijn allereerste vraag, ik heb er niet zo heel veel verstand van, dus dat mag jij maar vertellen. Wie is nou verantwoordelijk voor het feit dat politiek gezien, dat we eigenlijk als laatste begonnen zijn met vaccineren, dat het allemaal zo vertraagd loopt. Is dat nou de minister-president, de minister? Wie heeft die gelijk in dit debat? Als jij daar met een deskundige blik naar kijkt. Puur juridisch gezien, op basis van je vraagstelling, politiek gezien, wie daarvoor verantwoordelijk is, ja, dat is natuurlijk helemaal niemand. Mm-hmm. Wat je zou moeten bekijken is ambtenaar technisch. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de minister van Volksgezondheid. Ja, dus eigenlijk praat Jesse Klaver in principe een beetje onzin. Toen hij zei van, het is allemaal te laat, het is erg en weet ik veel, maar degene die ik verantwoordelijk achter is Mark Rutte, want hij zit de sessies voor, hij is eindverantwoordelijk. Dus. Uiteindelijk kan elke minister, elke ambtenaar die een fout maakt, die kan het uiteindelijk doorspelen naar de minister-president. Ja, precies. En dat is Mark Rutte. Zijn jou nog andere dingen opgevallen in deze afgelopen politieke week? Wat is jou nou opgevallen in de afgelopen week? De campagnes zijn begonnen. Zijn ze begonnen? Ja, dat merk je in alles. En waar zie je dat specifiek uit? Onlosmakelijk natuurlijk coronabeleid. Alles wordt afgefikt wat de coalitie doet. Hou vandaar daarover in het debat wat we net zagen. Ja. En dat zie je aan alle kanten. En wat ik me zo afvraag, hè? Ik bedoel, vier jaar geleden zag de campagne er natuurlijk uit, flyer, roodjes uit, en dan weet ik veel, social media zal niet ook nog kunnen. Maar hoe gaat de campagne er, als deskundige, hoe gaat de campagne eruit zien? Want flyer kan niet, je kunt niet meetups doen, want een yesterday. Hoe ga je campagne voeren in de tijd van corona? Ik denk in essentie, maar dat is een stukje eigen mening. Ik ben ooit betrokken geweest intern bij een politieke partij. Mm-hmm. Er werd mij ook gevraagd om te gaan flyeren ergens in een dorp waar ik nog niet doodgevonden wilde worden. Daar heb ik ook nee op gezegd, maar daar was ik niet zo blij mee. Ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn dat ze dat niet hoeven doen. Maar hoe gaan ze nu doen? Maar hoe ze dat nu gaan doen, ik mag hopen dat ze het nou eindelijk een keer met argumenten gaan oplossen. Maar gaan we ze vaak op tv zien of op social media? Ja, dat zie je al gebeuren. Je ziet steeds vaker van als het kabinet een beslissing
neemt. Dat steeds vaker ministers zelfs aan praattafels op tv komen. Ja, precies. Dus het wordt vooral de talkshowcampagne. De talkshowcampagne is begonnen. Ja, precies. Laat ik het beter zeggen. Ja, de talkshowcampagne. Ja, dus wel eigenlijk ook als we naar debatten kijken, naar talkshows kijken en zien daar politici zitten, dan is het goed om te weten dat ze in een campagnestand staan, waardoor je misschien met een iets meer korreltjes uit moet nemen. Ja, ja. Nou, fijn om te weten. We gaan zo. Tenminste, ja, dat is wel, misschien wel een tikkie door de bocht. Wat? Nou ja, in principe, de politici die prediken natuurlijk voor hun eigen. Verlossing. Ja, op gedachtegang. Ja, precies. Maar omdat ze misschien wat aanzetten. Zoveel meer erachter. Maar ook omdat ze het wat aanzetten in debatten en wat over de top gaan. En zeker omdat we altijd met coalities werken in Nederland. Denk ik wel dat we nog hele interessante weken tegemoet gaan zien. Mooi, hè? Over coalities gesproken, daar gaan we het zo nog iets meer over hebben. Over coalities, over het politieke systeem, hoe zit dat nou allemaal? We gaan zo meteen even lekker een politiek lesje voor dummies krijgen van onze deskundigen. Maar we gaan eerst even naar de reclame. Tot zo! Welkom terug. Je kijkt nog steeds naar Jonge Politiek. En we gaan, dat is misschien wel even goed om te weten, zo bij deze eerste aflevering. In de eerstkomende aflevering gaan we met elkaar even een korte, nou zullen we zeggen, cursus, of hoe noem je dat in jonge taal, Jochem? Nou, kom maar even uitleggen hoe het werkt. Ja, dat bedoel ik. Gaan we even politiek voor dummies een uitlegje hebben. Hoe zit het politiek systeem? Dummies, dat vind ik wel een beetje een te groot woord, hè? Oké. Politiek voor swag? Nou, dat vind ik onzin. Nee, we gaan niet doen alsof jullie idioten zijn. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik ben een idioot. Ja, jij begon met swag. Maar in ieder geval, we gaan in de komende afleveringen gaan we even kort door het politieke systeem heen. Hoe zit het nou allemaal? Hoe werkt het nou? Wat zijn die termen nou? Wat hoort daar nou bij? En daar heb ik natuurlijk nog steeds Jochem, onze deskundige, met behoorlijk veel politiek verstand. Mm-hmm. Misschien is het goed om even meteen bij het begin te beginnen. Wat doen we nou eigenlijk met de verkiezingen? Laten we daarmee beginnen. Wat doen we nou eigenlijk? Ja, het is heel makkelijk. Je loopt er binnen, je laat gewoon zien wat je hebt. Wordt aangeleverd, staat het netjes op het stembiljet. Wat je allemaal thuis gestuurd krijgt. Tenminste, als je stemgerechtigd bent. Mm-hmm. Vanaf wanneer ben je stemgerechtigd? Vanaf je 18e verjaardag. Vanaf je 18e verjaardag? Ja. Dus als je 18 jaar bent, of ouder, dan ben je stemgerechtigd. En gaat het dan vanaf het moment dat het stembiljet te worden gestuurd? Of stel dat je op dit jaar is, ik kies 17 maart. Als je op 17 maart 18 wordt, ben je dan wel of niet stemgerechtigd? Dat was een hele goede vraag. Als je op de dag van de verkiezingen 18 wordt, dan mag je stemmen. Ja. Oké, dat is goed om te weten. Dus als je 17 maart jarig bent, dan heb je de stemrecht. Maar als jij de dag ervoor nog 17 bent, dan mag je natuurlijk altijd mensen adviseren om te gaan stemmen. Ja, maar dat mag volgens mij altijd. Ja, want ik vind stemmen het allerbelangrijkste wat er is. Ja, precies. Maakt me niet uit waar je voor stemt. Doe het. Maar dan heb ik nog wel een goede vraag. Hoe zit dat dan? Want ik weet niet hoeveel stemgerechtigden er zijn in Nederland, maar dat weet jij vast wel. Heb je vast wel een tabelletje of zo, maar 5, 6, 8 miljoen weet ik hoeveel te zijn. Om en nabij de 12 miljoen. 12 miljoen of iets meer. Hoeveel waarde moet ik hechten aan één stem? Want als je 12 miljoen mensen hebt, hoeveel invloed heeft dan één persoon? Als je dat bekijkt. Hoe wordt dat berekend naar het aantal zetels of noem het allemaal maar op. Daar komen we zo nog op terug. Hè? Maar er zijn dus 12 miljoen stemgerechtigden. Hoeveel stemmen heb je nou nodig om één van die 5 zetels staat aan de Tweede Kamer? We hebben 150 zetels in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Hoeveel stemmen heb je nodig om één zetel te krijgen als kandidaat? Ja, kijk, we hebben daar een hele mooie formule voor bedacht. Ja. Ja, wat heeft één stem? Kijk, in principe, één stem, dat zegt natuurlijk helemaal niks.
Mm-hmm. Maar als je naar mensen om je heen kijkt en iedereen heeft een mening. Er zijn 150 zetels te verdelen. Ja. In de Tweede Kamer. Het zijn er maar 150. Het zijn er niet zo heel veel. Als je dat verdeelt over 17 miljoen inwoners. En je rekent dat even door. Kijk, dat hebben we natuurlijk voor je liggen. Oh, dat wou ik het zeggen. Ik begon al te rekenen. Maar goed, daarom ben ik hier. Ja, precies. Als je 65.000 stemmen hebt. Ja. Dan krijg je een plekje in de Tweede Kamer. En hoe berekenen ze die 65.000? Aan de hand van wat doen ze dan? Is dat uit een losse pols bedacht van 65.000? Of? Nee, de eigen overheid, die dat zelf hebben bedacht, dat is een beetje een raar systeem. Maar ik heb het hier over. De grondwet, toch? Ja, precies. Kijk, ik snap wel wat. Ja. Maar vertel. Zeer moeilijk. Ik heb het hier voor je opgeschreven. Nee, in principe, het klinkt natuurlijk heel raar. Van, ja, als ik niet kom. Dan moet ik met één stem. Ja, dat heb ik. Maar goed, een dorp als Almelo. Ja. 65.000 inwoners. Nou ja, misschien net wat meer. En Niels de Lange. Dat is gewoon één zetel in de Tweede Kamer. Maar hoe berekenen ze dat getal? Hoe komen ze tot dat getal? Hebben ze al ooit een keer eens Mark Rutte soms opgestaan en heeft hij van 65.000? Of zit daar gedachte achter of een formule of iets? Hoe zit dat? Ik zie daar op het scherm het helemaal staan. Vertel eens. Wat zie je op het scherm staan? Ja, ik zie daar iets staan met geldig uitgebrachte stemmen. Iets delen door 150. Ik snap er geen reet van. Leg eens dat uit. Ja, ik lees alleen maar wat het staat. Ja, ik heb toch echt goed zin. Geldig uitgebrachte stemmen. Ja. Dat is heel makkelijk te definiëren. Ik heb hem hier N genoemd. Ja. Want ik vind het gewoon niet normaal. Ja, dat is dus het aantal mensen dat daadwerkelijk gestemd heeft. Ja. En dat geldt op een partij. En als je. Want je kunt ook blanco stemmen, toch? Dat betekent dat je gewoon niks invult en in de stemmers doet, toch? Absoluut. En dat geldt ook. Ja. Oké. Dus dat allemaal bij elkaar schelden. Iedereen die wettig gestemd heeft. Die dat bij elkaar. Oké. En dat wordt bij elkaar opgeteld. En waarom deel je het dan door 150? Dat zijn het aantal zetels. Oh, ja, sorry. Ja, okay. En dan komt er een getal uit. En dat getal, wat betekent dat getal? Wat kun je daarmee? Oh, dat getal voor één zetel. Ja. Oké, dan snappen we dat. Okay. Ja, ik zit even mijn formules terug te kijken. Ja, precies. En ik heb het helemaal doorgerekend. Ja, de redactie moet je ook niet zoveel papier geven. Echt niet oké. Nee. Op, goed. Ja. We hebben 30 redactieleden, die moeten ze even een keertje gaan samenvatten en tot even. Deze ben je en Max. En daarom schrijf ik een eigen. Maar goed, oké, dat hebben we dus helder. Dus je hebt dus een x-aantal mensen nodig voor één zetel. Dat wordt bepaald aan de hand van iedereen die een geldig uitgebrachte stem heeft. Dus niet alle stemgerechtigden. Ja. Oké, dat snap ik. Maar dan moet je me nou eens even uitleggen. We gaan stemmen voor de Tweede Kamer. Wat de fuck doen die gasten daar, behalve schreeuwen tegen elkaar? Koffie drinken. Maar wat is hun rol? Wat bepalen ze nou eigenlijk? Wat doet die 150 mensen daar? Nou, de Tweede Kamer, dat vind ik zelf een van de belangrijkste instituten in een democratie. En waarom? Wat doen ze? De rol van de Tweede Kamer is het controleren van het kabinet. Het kabinet, wacht even. Staat er een kast in de Tweede Kamer? Het kabinet? Wat is het kabinet? Nou, nee, het is niet echt een kabinet. Laten we het vak K noemen. Ja, vak K, ik snap het nog zeggen. Wat is vak K? Nee, het is de leidinggevende tak van de coalitie. Coalitie, ik snap even. Kabinet, laten we daarmee beginnen. Wat is nee, laten we even teruggaan. Nee, als het kabinetsbeleid goedgekeurd wordt door de Tweede Kamer, dan gaat het naar de Eerste Kamer en dan door het parlement. En dan dat wordt goedgekeurd. Wie zit er in het kabinet dan? Wat is het kabinet? Leg maar even uit wie het kabinet is. Rutte. Rutte is eentje het kabinet. Ja. Is leider van vak K. Dus de Tweede Kamer controleert Rutte. En Rutte, en wie zijn dan die mensen die altijd om Rutte heen staan, behalve de koning? Zover was ik ook nog wel. Ja, dat zijn ministers. En ministers? Ja, ministers die zitten ook in vak K. Dat is een beetje de hardcore fans van het kabinet. Die zit in vak K. Dus zeg maar de ministers met de minister-president
Die zitten in het kabinet. Maar, en de Tweede Kamer die controleert die mensen. Ja. En wat doen die mensen dan? Want dat is dan wel een goede vraag. Dat kabinet? Beleid maken. Plannen maken of zo, wetten maken. Het land maken. Leiden geven aan ministeries natuurlijk. Aan ministeries, dat zijn? Ja, er zijn hele grote gebouwen. Een soort afdeling of zo? Ja, dat zijn een soort van hele grote gebouwen waar dan de minister in het bovenste kamertje zit. En leiding geeft eraan. Oké, dus een minister is een soort van afdelingshoofd. Die leiding geeft aan een afdeling. En de bedrijfsleider is dan de minister-president. Is dat goed? Correct? Ja. En dan heb je een soort... Ja, een toezichtraad die controleert, dat is de Tweede Kamer, die leidinggevende ploeg. Ja, en als die allemaal het ermee eens zijn, dan gaat het naar de Eerste Kamer. En wat is de Eerste Kamer dan? Wat, is dat hetzelfde? Of dat is een stel bejaarden wat in een afgedankte zaal zit. Ja, oké, maar wat doen ze? Die controleren alles wat. Maar dat heeft de Tweede Kamer toch ook al? Zit er een dubbel slot op of zo? Daar zit een dubbel slot op, ja. Dus de Tweede Kamer controleert en die kijkt of die het eens is met alles wat dus het kabinet doet, wat dus zeg maar die teamleiders zijn van die afdelingen en de bedrijfsleiders, zeg maar. Daar controleert de Tweede Kamer op en de Eerste Kamer die checkt dat nog een keer. Ja. En als dat plan dan door de Eerste Kamer is, dan gaan ze het uitvoeren. Dat is wel het idee. Tenzij. Oh, ja, nou, maak het. Ik zei, tenzij de Hoge Raad er een stokje voor steekt. Wat is de Hoge Raad? De Hoge Raad? Zit dus op een hoog gebouw of zo? Dus zoveel hoge bergen hebben we niet. Wat is de Hoge Raad? De Hoge Raad is het hoogste rechtsmachtelijke instantie die we in Nederland hebben. Dat zijn allemaal rechters. En die hebben jou wat over te zeggen. Ja. Want ik had al begrepen, dat noemen ze in het Latijn volgens mij, de tuyas politica, dat de rechters mogen zich niet met politiek bemoeien. Maar dat mag dus wel. In de uitvoering wel. Oké. Ze mogen de politiek niet verbieden, maar de uitvoering wel. Maar wanneer gaan zij zich ermee bemoeien? Als ze gelijk hebben. Ja, maar wanneer hebben ze gelijk? Wat doen zij dan om te zeggen, het mag niet? Wanneer mag het niet van de Hoge Raad? Kunnen zij het af? Het gebeurt in de praktijk bijna nooit, maar het zou in theorie kunnen, niet tegen de grondwet ingaat. Oh, kijk, dus, wacht even, dus de Hoge Raad, die zorgt ervoor dat alles wat aan nieuwe wetten komt, dat niet tegen de grondwet ingaat. Klopt dat, wat ik nu zeg? Die controleert de taal. Ja. Helder. Oké, nu snap ik dat. Oké. Het is wel behoorlijk ingewikkeld allemaal nog. Oef, het is een hele kluif. Maar ja, begin het te snappen. Even bij het begin. Nee, maar daarom is het ook zo ingewikkeld. Ja, nee, maar goed. Dit is goed voor de kijker om te weten. Dus de Hoge Raad, en dat is met hetzelfde als de Raad van State, toch? Oké. Dus jij hebt zeg maar de Tweede Kamer die controleert die bedrijfsleiders en afdelingsleiders van het kabinet op hun plannen. Als zij het ermee eens gaan, gaat het naar de Eerste Kamer. Die controleert dat nog een keer. En in principe kijkt de Raad van State dan of het tegen de grondwet ingaat. Zo niet, dan gaan ze eigenlijk altijd mee akkoord. Nou, oké, een Hoge Raad en Raad van State, dat kun je op een hoop gooien. Maar... Zullen we dat voor nu even doen? Anders snap ik echt helemaal niks. Voor nu doen we het even. Anders snap ik echt helemaal niks van. Ik ben een politieke noob, hè. Oké, dus dat hebben we helemaal helder. En dus ook, jouw stem heeft niet heel veel invloed. Nee. Maar wel een klein beetje invloed. In de zin van, je hebt op basis van het geldig uitgebrachte stemmen, heb je x aantal mensen nodig door die berekening, de formule van net. Om één zetel te krijgen in die Tweede Kamer. Want voor de Eerste Kamer stemmen wij niet, toch? Daar gaan we zeker voor stemmen, maar niet nu. Nee, maar ook niet direct, toch? Voor de Eerste Kamer, dat wordt weer een ander programma van ons waarschijnlijk. Dat gaat via de provincie. Ja, precies. Dus daar stemmen wij in principe nooit direct voor. Dus eigenlijk de invloed die wij hebben,
op het controleren van de bedrijfsleiders en de afdelingsleiders is door op de Tweede Kamer te stellen. Ja. Fijn. Ik snap hem nu ongeveer wel. Ik hoop jullie ook. Ik het nou helemaal niet meer. Nee, jij bent deskundige. Dat is waar. Misschien is het even goed om eventjes een momentje te nemen. Moet ik dat aanraden? Ik ga het gewoon zeggen. Neem eventjes een lekker biertje, een beukie, een lekkere vette hap of iets anders. Dan gaan we heel even naar de reclame en dan zijn we zo bij je terug. Want dit was nog niet het hele politieke systeem. Oh mijn god, wat komt er nu? Tot zo. Ja, welkom terug. Het tweede blokje. We weten ondertussen wat de Tweede Kamer een beetje inhoudt, wat de Eerste Kamer inhoudt. Het kabinet, geen kast dus. We hebben ook een Raad van State gehad, de Hoge Raad. We weten hoe de verkiezingen een beetje werken. Hoeveel stemmen je nodig hebt om één zetel te krijgen met de formule die we net zagen. Waar ik me wel even nieuwsgierig naar ben. Dus eigenlijk, we hebben nu de Tweede Kamerverkiezingen. Soms zou ik wensen dat dat de enige verkiezing is in 4 jaar. Dat is niet zo. We stemmen nog voor wat andere zaken. Hoe moet ik bijvoorbeeld wat de gemeente zien? Wat is een gemeente? Is dat een stad, een dorp? Wat is een gemeente? Ja, het prijs jezelf in eerste instantie gelukkig dat we op zoveel dingen mogen stemmen. Dat we gewoon echt heel veel invloed kunnen hebben of op wat we allemaal kunnen. Ja, maar wat voor invloed heeft de gemeente? We stemmen op de gemeente. Ja, wat voor invloed we stemmen op het waterschap. Ja. We stemmen op provincie en we stemmen op de Tweede Kamer. En Europa, toch? En Europa. Maar oké, laten we beginnen bij het begin, anders stond ik er gegeven van. Ja. Gemeente. Welke wil je eerst hebben? De gemeente. Wat doet de gemeente? Wat voor invloed hebben zij? Waar gaan zij over? Waarop stemmen we? De gemeente gaat er in eerste instantie gewoon over hoeveel jij betaalt voor het opruimen van je eigen stront. Dus het klinkt hier op een naal, maar dat is wel wat ze doen. Zij zorgen ervoor dat het riool werkt. Dat de buurthuizen die in sommige gemeentes nodig zijn, dat die gewoon fatsoenlijk gefaciliteerd worden. En een gemeente is altijd één dorp of één stad? Of? We hebben in de afgelopen jaren behoorlijk wat ingekrompen in de andere gemeentes. Uit mijn hoofd hebben we er 380 om en nabij. Ik zie het nou op je scherm, hè? Maar dus de gemeentes, dat zijn verzameling van dorpen of steden die samen gaan en die gaan dan over een klein stukje. Ja, dat wisselt en daar is de afgelopen tijd ook wel een beetje wrijving over. Dat verschillende dorpen bij elkaar gegooid worden die eigenlijk niet samen willen. Maar toch vanuit het landsbelang of provinciebelang samengegooid worden. Mm-hmm. En sommige grote steden die dan weer opgeknipt worden in tweeën. Dus eigenlijk, even samenvatten, dan snap ik het. Niet iedereen is er even blij. Alles op plaatselijk niveau, dus op lokaal niveau, alles wat zeg maar bij jou in de straat gebeurt. Je gemeente is je eerste aanspreekpunt, gaat daarover. Klopt dat? In principe wel, ja. Oké. Okay. Of dat uiteindelijk goed uitgevoerd wordt, dat ligt aan je gemeente. En die kunnen dan alleen maar regels maken, neem ik aan, die in lijn liggen met wat de Tweede Kamer en wat we net al aan blok 1 hebben besproken, hebben besloten. Dat klopt, ja. Oké. Okay. En die gemeente bestaat dan ook uit een soort Tweede Kamer, toch? Nou, je hebt ook de APV's. Zodat? Dus sommige gemeentes hebben uitzonderingen. Okay, zullen we dat even loslaten, dan snap ik er geen. Maar de gemeente bestaat toch, tenminste dat heb ik ook begrepen, de burgemeesters, wethouders en de gemeenteraad. Is het dan zo dat zo'n burgemeester en wethouders een soort kabinet is van de gemeente? Ja, nou, zo kun je het wel zien. En de gemeenteraad is dan een soort Eerste Kamer? Of Tweede Kamer? Wat is het nou, de gemeenteraad? De gemeenteraad is een soort van het kabinet. Dat was toch de burgemeester zijn de wethouders? Ja, of... Nou ja, zie het eerder als een soort van Tweede Kamer. Als een soort Tweede Kamer. Dus zij controleren weer, zeg maar, de afdelingsleiders en de teamleiders van de gemeente. Oké, helder. Dan hebben we een laagje daarboven. Daar stemmen we ook nog eens apart voor.
Och, ik word echt nu al moe van de verkiezingen die we hebben. Het is zo ingewikkeld. De provincies. Want we hebben 12 provincies in Nederland. Althans, ja. Sommigen zeggen dat het de 11 zijn en dat Limburg er niet bij hoort. Maar volgens mij zijn het de 12. En Friesland, nou goed, is een eigen land. Als je 100 jaar geleden waren het er nog wat doet een provincie? Want we hebben nu gemeentes die bepalen dus wat bij jouw straat gebeurt. Even heel simpel gezegd. De Tweede Kamer en dat landelijke Het Rijk, heet dat toch? Niet Rijk, maar, ja, landelijk, maar Het Rijk. Het Rijk. Ja, zeg maar, dat bepaalt wat er over heel Nederland gebeurt. What the fuck doet de provincie? Ja, de provincie is echt zo'n tussenlaag. Wat doen zij dan? Want als, tenminste, ik zou denken, als alles in mijn straat bij de gemeente ligt, ik weet, het was mijn eerste aanspraak, alles van het hele land ligt bij Nederland of bij het Rijk. What the fuck? Waarvoor is de provincie er überhaupt? Nou ja, alles wat besloten wordt in Den Haag, wat wij allemaal Den Haag noemen, ja. dat wordt verspreid over de 12 provincies die we hebben. En vanuit dat punt wordt het. Oh, zijn ze een soort lijn tussen de gemeente en het Rijk? Ja, de provincies leveren ook de mensen voor de Eerste Kamer. Oh. En dat is dan weer de controle. Van de controle. Van de controle. Dus, even terug. Dus de provincie. Dus wij stemmen niet, dat zei je net aan het eerste blok, niet op de Eerste Kamer. Maar we stemmen wel op provincies en zij stemmen op de Eerste Kamer. Maar normaal gesproken stemmen we wel op de provincies direct. Maar die stemmen dan op de Eerste Kamer. Die gaan dat leveren, ja, zeker. Oké, helder. Dus eigenlijk bij de provincies is het zo. Ik denk dat ik het snap. Ik stem op jou. Ja? Dankjewel. Als jij de provincie bent. En de provincie stemt op een van onze redactieleden die dan de Eerste Kamer is. Ja, maar laten we. Even helder. Dus de gemeente bepaalt wat er in de straat gebeurt. Het Rijk bepaalt wat er in het land gebeurt. Een provincie is een soort lijn wat daartussen zit. Wat we een beetje bij elkaar houden. Ik heb begrepen, we zitten in een soort Unie, dat heet de Europese Unie. En die komen iets van Straatsburg en Brussel en weet ik veel. En we hebben de euro natuurlijk met al die landen. Ding, Vlof, Pips was het ooit. Ja, dat heb ik dan wel onthouden. Ding, Vlof. What the fuck doet Europa, jongens? Ja. Wat is de rol van Europa in dit geval? Waar gaan zij dan weer over? Want schijnbaar hebben we ons ook weer te houden. Tenminste, ik zie altijd op het journaal. Dan is er weer een of ander iets van. We moeten ons houden aan de regels van Europa. Gaan die dan weer boven het Rijk of zo? In veel gevallen wel. Ja, dus. Ja, dat is een heel, heel ingewikkeld spelletje. We hebben eigenlijk nog een hogere basis dan Europa, kan ik dat zo zeggen? In principe kunnen wij altijd Europa overroelen. Wij kunnen altijd zeggen, nee Europa, dat doen wij niet. Maar dan heet dat toch een nexit of een brexit in het geval van... Dan wordt dat dan al heel snel een nexit. Dan ga je toch scheiden. Ja. Dus in principe is het dus zo dat Europa staat weer boven Nederland. We hebben gekozen om bij dat verband te doen. In principe wel, ja. Zou je dat dan kunnen vergelijken een beetje met het systeem van de Verenigde Staten? Dat je daar dus een landelijk... De Verenigde Staten en daaronder heb je elke staat, elk land eigenlijk heeft een beetje zijn eigen regels. En in Nederland, het Rijk is dat het niveau van een staat. Ja. Ja, het komt wel een beetje in de buurt. Het begint steeds dichter in de buurt te komen. Ja, precies. Dus je hebt een soort piramidespel is het aan het worden. Je hebt dus Europa, dan heb je het Rijk, dan heb je de provincie, dan heb je de gemeente. Waar in dit verhaal, want we hebben een koning, heb ik begrepen, iets met Willem-Alexander heet die gast, en met dat lekkere wijf, zijn dochter, Alexia. Maar dit is informatie van Sander Schimmelpennink, jongens. Dat daar ze komen. Maar oké, waar moet ik de koning, waarom hebben we een koning? Waarom hebben we een koning en geen president? Laten we daarmee beginnen. Ja, omdat het grappig is. En wat doet de koning? Doet de koning überhaupt iets behalve geld opstrijken? Hij heeft eigenlijk alleen maar een ceremoniële functie. In theorie is hij nog een soort van lid van de regering. Dus officieel is Mark Rutte niet de baas van het kabinet, maar dat is de koning. Maar... Nee, de koning die heeft niks meer te zeggen.
Nee, precies. Hij hoeft niet meer wetsvoorstellen te tekenen, et cetera. Dus hij heeft alleen maar een ceremoniële functie als permanent boegbeeld van Nederland, laten we het zo zien. Dus we hebben eigenlijk een soort vrijheidsbeeld, dus waar wij miljoenen euro's voor betalen. Wij hebben gewoon altijd iemand, als we een land hebben waar iemand naartoe moet, waarvan we zoiets hebben van, we sturen niet onze A-game, dan sturen we Wim Lex. En dan gaat de beach streken met Poetin. Oké. En nou mag jij even wal steken, want hier snap ik echt niks van. Ik kijk nu dus Europa, het Rijk, waar dan de koning een soort van het hoofd is, zeg maar, op papier. Niet op het veld, want hij mag op de tribune zitten, om in voetbaltaal te praten. Dan hebben we de provincies, dan hebben we de gemeenten. En die zijn allemaal denk ik een beetje op dezelfde manier met afdelingsleiders en controleorganen opgesteld. En die waterschappen dan. Mm. Hoe moet ik die zien? Nou, hebben we één waterschap? Of wat is het meervoud eigenlijk? Zoals iedereen weet, in Nederland, iedereen krijgt het continu te horen, 1/3 van Nederland ligt onder zeeniveau. Mm-hmm. We hebben in de jaren 60 van de vorige eeuw een gigantische overstroming en stormvloed gehad in Zeeland. We hebben de helft van die provincie weggevaagd. Dat hadden we bewust gedaan hoor. Het zijn niet mijn woorden. Nee, dat is we hebben daar trucjes op bedacht. Dammen, dijken, alles, maar dan ook alles in Nederland is gemanaged. En die waterschappen die managen dat? Dus die gaan over de dijken en over... Die gaan over dijken, over alles wat te maken heeft met water, met grond, dammen, weet ik het allemaal. Dus dat is eigenlijk een soort aparte tak in de piramide, de waterschappen. Dus eigenlijk, ik zie het persoonlijk als compleet los. Ja, er zijn wel politieke partijen die zich ermee bemoeien. Moeten ze ik adviseer het niet doen. Ik heb zoiets, zolang wij geen natte voeten hebben. En op dit moment staan we 2 meter onder zee. We staan in Den Haag, ik heb geen idee op welk zeeniveau. Ja, maar nu zit ik al. Ik zie je achter wel water, haar kantoortje, maar op de bovenkant. Ik heb nog steeds geen natte voeten. Dus alle waterschappen, lekker bezig. Maar lieve mensen, onderschat die waterschappen alsjeblieft niet. In Groningen of in Limburg, het is belangrijk. Oké, helder. We hebben het. Dat is even een persoonlijke oproep. We hebben het politieke systeem nu een beetje helder. Alle ins en outs gaan we ooit nog een keer behandelen. Ongetwijfeld, want ik ben al wel nieuwsgierig naar nog meer ins en outs. Voor vandaag zijn we een beetje rond het einde gekomen. Nou, voordat we afsluiten, we hebben heel veel droge stof gehoord. En wij zijn natuurlijk altijd benieuwd naar hoe denken jongeren nou over de politiek, over dat soort zaken. En dan zouden sommigen denken, ja, maar helemaal is de hond ervoor. Ja, daar is iedereen boven de 50. En wij zijn nieuwsgierig naar jullie. En voor vandaag is misschien wel goed om te weten, we hebben... aan ons panel hebben we een vraag gesteld. Welk thema binnen de politiek gaat jongeren nou bezig, Jochem? Dat kan jij wel vertellen. Ja, kijk, dat hebben we dus even onderzocht. En bijna 80% vindt racisme toch wel echt een dingetje waar we mee bezig moeten zijn. Zeker op landelijk vlak. Mm-hmm. Zijn er nog andere thema's die jongeren bezighouden? Minder... percentage, laten we het hebben over, ik heb een exact getal, 56%. De werkgelegenheid, daar maken ze zich zorgen over. Ja. Zelfs de jongeren. Ja, nee, dat snap ik ook wel zeker in deze tijd. Is er ook een thema waar jongeren helemaal niks mee hebben? Ja, deze eentje die springt echt uit. Met 0,000. Hoeveel nullen zijn dit? Maar Europa. Europa, dat wel. Ja, dat heeft waarschijnlijk misschien ook mee te maken dat heel veel jongeren niet helemaal snappen. Maar ik ben zo benieuwd waarom 0% dat is voor goeie, Europa. Ik vind dat wel. Ik zou zeggen, neem jij die mee in jouw team om dat aan het panel te stellen? Maar is dan de vraag, boeit het iemand of denkt iedereen van, het gaat goed zoals het gaat, hoor? Die vraag neem jij mee naar het panel? Ja. En dat is wel heel mooi, want er komen mensen... Die gooien we ook onder ja.
En een linkje en zo? Een continu linkje dat je mee kan doen aan het panel. Dan kan je ook antwoord geven op de vraag waarom Europa nou wel of niet boeit. Die komt zeker naar je toe. Mm-hmm. Maar uiteraard ook, misschien denk jij wel, hey, maar Europa boeit wel. Vul dat dan ook vooral in. Kies je favoriete ster van de Europese Unievlag. Dankjewel Jochem. En jongens, dankjewel voor het kijken naar deze eerste aflevering van Jonge Politiek. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel theoretische stof was. Dat is deze eerste keer. Maar we moeten ergens een basis leggen, want ik weet niet hoe het is met jou. Voor mij is de politiek het werk van de bachelor. En ik heb iets meer helder gekregen hoe het zit. Dat we op dit moment Europa, het Rijk, provincie, gemeente en waterschap als apart tak hebben. Hoe die landkaart zit. Volgende week gaan we met elkaar hebben over verschillende termen en stromingen in de politiek. Wat is nou rechts, wat is nou links, wat is nou conservatief, progressief, al die termen. Wat betekent dat nou en hoe moeten we dat zien? Daar gaan we volgende week over hebben. Dat betekent dus, kijk volgende week weer naar de tweede aflevering van Jonge Politiek. En voor nu zou ik zeggen, doe mee aan het panel, heb een fijne week. En hou de politiek toch maar een klein beetje in de gaten. Adios!